Countess of Inscape. En later weer terugkwam vanuit Engeland naar Georg Teodorescu in Duitsland. De voormalige Roemeen die dit paard verder trainde. En daar vandaan weer terechtkwam bij Michael Klimke, die vorig seizoen in de finale met dit paard een fraaie tweede plaats behaalde in de finale achter Sven Rotenberger, zijn landgenoot. Paard wat heel moeilijk in karakter is. We hebben dat ook in Neumünster gezien. Niet altijd even vriendelijk de oren naar voren heeft. Hier wel gelukkig. Het geluid van de microfoons tegemoet. Dan willen die oren nog wel eens naar voren gaan in die uitgestrekte draf van Ruiter, die al, net als Ankie van Gunsven, op jonge leeftijd veel gepresteerd heeft. Diverse gouden medailles bij Europese kampioenschappen voor young riders, categorie ruiters tussen de 16 en 21 jaar oud. En in 1990, behalve zijn tweede plaats, die ik zojuist noemde, in de finale van de World Cup, een gouden medaille won, zowel individueel als met het team, tijdens de Europese kampioenschappen Young Riders. Deze zoon van de haast nog bekendere Dr. Reiner Klimke, die zelfs zo'n ruim 40 internationale medailles heeft gewonnen met diverse paarden. Hele mooie Pirouette Piaf. Redelijke elasticiteit in de achterhand. Kom hier beter tot uitdrukking dan met de uitgestrekte draf. Heel nauwkeurig in de uitoefening. En wat altijd opvalt, dat Ruiter heel rustig is met zijn handen. Mooie inzet daar van die uitgestrekte draf. Nu achter, blijft hij achter. Zoals dat in termen heet. Iets meer door kunnen komen met die achterbenen. Maar hij weet precies hoeveel deze ruiter kan vragen aan zijn paard. Dat is weer het knappe van deze jonge Michael Klimke. Goede overgang zowel in muziek als van de Piaf naar die stap. Langend worden in het framework, zou je haast kunnen zeggen, van het paard. Lengte in de hals. Waar het paard misschien iets te kort zou komen in lengte van de beweging, lost deze ruiter dat weer fantastisch op door wat lengte in die hals te geven. De pirouette naar rechts. Iets groot qua inzet. Er kon iets meer gesteld zijn, maar goed in het ritme. Daar eventjes een misstap. Dit is altijd het moeilijkste punt van het paard geweest. De galopwisselingen. Waar hij nog alles zich op de voorhand wil gooien. Hier blijven die achterbenen te parallel. Linkerbeen moet meer naar voren. Dat is jammer. Dat wordt als foutje meegerekend. Juist ook omdat de pirouette met de factor 2 wordt vermenigvuldigd door de juryleden bij het cijfer wat ze daarvoor geven. Hier krijgen we de galopwisselingen om de pas. Ook weer heel knap opgelost. Het stoterige naar voren wat het paard vroeger had, is hier duidelijk verbeterd. Had iets meer bodem kunnen dekken in die uitgestrekte galop. Maar Michael weet dat hij hier niet meer kan vragen aan dit paard. Appuiement naar links in het galop ziet er heel goed uit. Hier kon iets meer sprong behouden. Je ziet dat het bijna geen drietakt beweging meer van het paard is, terwijl de muziek dat wel heeft.
sterk uitgestrekte galop. De lange zijde met... Goed. Heel goed gedoseerd. Paard vriendelijk houden, dat is altijd de kunst voor hem. Eventjes in die piaf. Afremmen op het rechter voorbeen. Met een afsluitende piaf naar de voorzitter van de jury toe. Een stukje uitgestrekte draf met een groet voor de jury. Voor Michael Klimke met Cam Entertainer. Hij is in ieder geval tevreden met deze verrichting.